zetten de favorieten de tanden op elkaar. Het is aan de binnenzijde Violette Day. Aan de buitenzijde Kiss de Chinee. En kijk naar André Bakker in zijn Better Day kleuren. Hij zit daar zijn tijd af te wachten. Komt de ruimte wel? Hij lijkt met de handen vol te zitten. En we gaan inmiddels zo dadelijk op weg naar de laatste rechte lijn. Bakker kennende zal hij wel wat bedenken zo dadelijk. We komen in de laatste rechte lijn met Violette Day onder zware aanvallen van aan de buitenzijde Kiss de Chinee. Biddend voor ruimte daarachter André Bakker met zijn Jorrit Stardust. De ruimte komt nog niet aan de buitenzijde. Er wordt wel Josh J. 1 nu afgeschoten. Prachtige finale fase. Jorik Stardust van de benen. Violette D. Kiss de Chinee. Wat een paard. Violette D. wint Kiss de Chinee 2. Super derde is Josh J. 1. Voor daarachter dan de nummer 8 van Jorik Stardust. Grootste winnares deze Violette D. De uitslag, dames en heren, van de zesde koers is officieel. De HDRV Drachtenprijs werd een prooi voor paard nummer 6. Violette D. en Bas Krebas, 9 jaar. Deze Vosmerrie van Freier als het Keystone Selection. Gefokt door de heer Van Voorst, in bezit van Himia BV, trainer Bas Krebas. En hij zat ook in de sulky en je zag hem de hele weg genieten. De HDRV Drachten moeten we veel dankbaarheid tonen als het gaat om deze meeting hier vandaag in Drachten. Dat doen we dan ook bij deze. En de HDRV treedt ook nog eens extra op als sponsor middels een zierdeken voor de prachtige mooie Vosmerrie Violette D. En die zierdeken is thans omgehangen. De fotografen doen hun werk. Wat rest, dames en heren, zo dadelijk is een groot applaus. Want dit zijn toch wel hele unieke prestaties. Violette D, 9 jaar, een lange carrière gekregen van Bas Krebas in goed overleg met de eigenaren achter Himia BV. En dan is het mooi dat we ze op, voor drafsportbegrippen, redelijk late leeftijd nog altijd hier zo sterk zien acteren. Een compliment dus aan Bas Krebas als trainer. En natuurlijk gewoon aan de klasse van zijn paard. Geef een groot applaus, dames en heren. Violette D. en Bas Krebas. Deelnemers, start vrij. We gaan zo dadelijk één rondje verder dan gebruikelijk, dames en heren. Het zijn steers in de HDRV Drachtenprijs. De sterkste zal bovenkomen. En u denkt dat dat de geweldige Violette D is. 9 jaar en op het punt om een illuster rijtje neer te zetten in draf- en rensport van 5 eentjes achter elkaar. Maar de concurrentie vandaag is niet mals en ik denk dat ze er heel hard voor zal moeten werken. Paarden komen in de startzone, vlag omhoog. En de start is gevallen voor de Drachtster Marathon hier in de HDRV Drachtenprijs. En de rechte lijn 400 meter lang wordt benut om positie te kiezen. En we gaan eens even kijken wie daar zo dadelijk uit het pak naar voren komt. En zich aan kop van het veld nestelt. Dat is 1 G-Meadow met Nicole Hendricks. Doorgaans een combinatie die graag de kop even af wil geven. Helemaal als Violette D. en Jorik Staar dus zich daar komen melden. En Eik Heikant. En we hebben de grote favoriet inmiddels vooraan. Eik Heikant maakt echter een galoppade. Goed, 3 rondes van huis en het is aankop van het veld die André Bakker met zijn nummer 8 Jorik Staar. Dus tweede plaats in een zetel, Violette D. Daarachter volgt dan in derde stelling 1 G-Meadow. En de vierde plaats daarachter is voor Zoon van Minne, die op een zwaar pad de laatste keer in Drenstein vuurt zijn mannetje weer stond. Achter deze paarden komt er een aanval, want daar komen de bolletjes. Gedragen door John Dekker en hij brengt zijn Kiss de Chinee. Een paard met een winstsom van 401.000 euro. 401.000 euro, u hoort het goed, die komt aan de buitenzijde naar voren. Je zal toch eens een keer in je leven zo'n paard hebben. Maar
Aan kop van het veld hebben we nog altijd Zio Letadé. Zio Letadé, daar komt die geweldige grootverdiener uit Frankrijk aan, Kiss de Giné. Die ligt op de tweede plaats, maar mooi gesteerd wordt ook André Bakker achter zijn Yorick Stardust. Deze drie giganten die melden zich nu in het front en komen zo dadelijk in de rechte lijn voor de tribune. Waar we bij het passeren van de finish nog steeds twee volledige rondes af te leggen hebben in deze HDRV Drachtenprijs. Aankop van het veld, maar wel onder druk, Zio Letadé. Kiss de Giné aan de buitenzijde en aan de binnenzijde Yorick Stardust. Daarachter is er dan 1G Mero met in het tweede spoor mooi geplaatst Jos J.E. Achter Jos J.E. vinden we dan de nummer 5 van Zoon van Minne. Eik, hij kant weer terug in het pak en aan de binnenzijde Automatic Frisia. Verderweg in het veld Sugar Bay per aansluiting is er voor Ronald de Beer. En hij wacht nog altijd achter paard nummer 11, Kito Benno. Dat is wel een paard waar we zo dadelijk een tussensprint van kunnen gaan verwachten. Zeker als het tempo zo laag blijft. Het tempo gedicteerd door Zio Letadé. Zio Letadé gaat het tempo gelijk omhoog gooien, Bas Krebas. Tweede plaats daarachter nu de 8, Yorick Stardust. En aan de buitenzijde Kies de Giné. Aan de binnenzijde volgt dan nog altijd en ogenschijnlijk nog wel wat in handen. Nicole Hendricks met haar 1G Meadow en daarachter krijgt een geweldige koers op maat Jos J.E. met Rick Ebbingen. Deelnemers gaan op weg naar de verre linkerbocht. Waar blijven de aanvallen die de steerskoers altijd zo mooi maken? Wellicht komen ze wel niet, omdat vooraan gewoon de drie beste paarden van de koers misschien wel het onderling gaan verdelen. Zio Letadé, tweede plaats erachter, Yorick Stardust en aan de buitenzijde Kies de Giné. Dat is de 1-2-3 en eens kijken of dat over een ronde nog het geval is. Er gebeurt vooralsnog weinig, het echte vuurwerk moet nog komen. En het is aan de binnenzijde Zio Letadé die het veld haar wil oplegt. Heeft een lengte voor. Tweede plaats daarachter Yorick Stardust. Aan de buitenzijde Kies de Giné. En aan de binnenzijde, terwijl we de laatste ronde ingaan, nog altijd 1G Meadow. Achter 1G Meadow is het dan aan de buitenkant Jos J.E. Maar nu komen ze eraan. Want het is Wim van der Mespel die zijn Eik Heikant in stelling brengt. En die gaat daar rond de huizen naar voren. En is de ideale gangmaker voor Sugar Babe. Die natuurlijk heel zwaar staat hier. Maar de laatste keer in een hele kansrijke positie in Drenstein vuurt van de benen ging. Paarden komen op weg naar de overzijde van de baan. En nu gaat aan de buitenzijde Kies de Giné ernst van de zaak maken. Eik Heikant met een tweede galoppade valt terug naar de laatste gelederen. En uitgeschakeld vooraan nummer 4. Galop nummer 4. Zetten de favorieten de tanden op elkaar. Het is aan de binnenzijde Zio Letadé. Aan de buitenzijde Kies de Giné. En kijk naar André Bakker in zijn Better Day kleuren. Hij zit daar zijn tijd af te wachten. Komt de ruimte wel. Hij lijkt met de handen vol te zitten. En we gaan inmiddels zo dadelijk op weg naar de laatste rechte lijn. Bakker kennende zal hij wel wat bedenken zo dadelijk. We komen in de laatste rechte lijn met Zio Letadé onder zware aanvallen van aan de buitenzijde Kies de Giné. Biddend voor ruimte erachter André Bakker met zijn Yorick Stardust. De ruimte komt nog niet aan de buitenzijde. Er wordt wel Jos J.E. nu afgeschoten. Prachtige finale fase. Yorick Stardust van de benen. Zio Letadé, Kiss de Giné. Wat een paard. Zio Letadé wint Kiss de Giné 2. Super derde is Jos J.E. voor daarachter dan de nummer 8 van Yorick Stardust. Grootste winnares deze Zio Letadé.